Hallo beste kijkers van Fantasy Gamer. Er ging net iets mis. Ik was namelijk net bezig met het opnemen van de derde aflevering van Survival Alone. Maar ja, bij mijn opnemenprogramma kan je zo inzetten dat als je een bepaalde toets indrukt, dat hij dan stopt met opnemen of dat hij op pauze zet. Nou, ik had de optie stop had ik onder de letter S gezet. En ja, met S ga je achteruit lopen op Minecraft, dus... Ja, toen stopte hij. Oké, ik ben dus even aan het minen. Het kan ook zijn, en dat vind ik ook echt heel vervelend, is dat mijn kwaliteit achteruit gaat zodra de ruimte van Minecraft waarin ik mine donkerder wordt. Dan ga je allemaal van die vlekken en zo zien, dus ik hoop dat ik een beetje kan verlichten. Ik heb nog 19 steen. Even kijken, want ik ga nu wat dieper. Wat ik van sommigen heb begrepen is dat als zij een bepaalde knop op hun toetsenbord indrukken, dat ze dan kunnen zien op welk level ze zitten qua minen. Nou, helaas is dit bij mij niet zo. Ik kan even kijken bij opties. Want dit is zo omdat ik heb een Windows als groep 8.1 programma. En ook laptop. Dus alle F-knoppen tot en met 12 ze hebben een andere functie. Kijken. Het was. Welk was dat? Kijk hoor. Grafisch instellen volgens mij. Kijken. Ik weet echt niet wat gebruik VBO's is. Dat klinkt bijna als een niveau die je op je middelbare school hebt. Even kijken. Wacht even. Het zou deze kunnen zijn, want ik weet wel dat ik ooit toen bij Minecraft Slomme reageerde, dat iemand me heeft gezegd dat ik een bepaalde instelling moest veranderen. Het zou kunnen zijn dat dit hem is. We gaan even kijken. Ik heb hem op snel gezet. Als het zo blijkt dat als ik de aflevering ga bekijken dat het niet goed is, dan gaan we aanzetten. Wow. Oké. Volgens mij is Minecraft nu nog langzaam worden. Of niet? Ik heb echt geen idee. We gaan gewoon verder met minen. En ik zal, ik ga hem niet op stop zetten, want ik wil daar niet weer dat ik overnieuw moet beginnen. Kijk hoor. Kijk, ik weet niet of jullie net weer zagen, maar daarnet, ik haalde een blok weg. Kijk, waar zijn die blokjes? Ik ging nog kijken naar die knoppen van... even kijken, is hem niet. Moet ik even zeggen. Hier waarschijnlijk ook niet. Besturing is het. Even kijken. Kijk, hier achteruit lopen, sluipen, springen, vooruit lopen, dit en dat. Filmische kamer omschakelen. Kijk hier, perspectief omschakelen. Schermenfilters maken, spelers markeren, toeschouwers. Ja. Nou, je ziet er al die knoppen. Ik ga zo echt even kijken wat dit is. Welke knop zullen we daarvoor gebruiken? Tap. Oké. En dan gaan we. Ja. Welke knop was het nou? Kijk hoor. Het zit ook naar opdracht weer gewoon openen. Slash. Wacht even. Ik kan geen tab gebruiken, want het is spelersreis. Wat zou ik dan gebruiken? Kijk hoor. Kan ik middenknop niet gebruiken of zo? We gebruiken knop 3. Je hebt al die knop die je gebruikt voor het scrollen. Oh, hier staat hij voor blokken kiezen. Nou, volgens mij gebruik ik altijd letters, dus daar hou ik hem heel even bij. Ik denk hem toch maar veranderen, want ik heb wel eens op servers dat ik kijk wat ik moet doen. Enter misschien, doet hij dat ook? Return.
Dus alles gewoon aan goed knoppen en zoeken, maar ik kies voor alt. Ja, nou, zeg alsjeblieft dat hij niet tussen de menu staat. Wat is er? Staat hier tussen? Volgens mij niet. Maar oké, we gaan even kijken. Schermverbeelding maken. Ja. Wat ga ik daarvoor kiezen? Want die dingen werken bij mij niet. Perspectief omschakelen. Iemand had me echt serieus aanbevolen om een keertje die te gaan gebruiken, maar waar was die voor? Ja. Wacht, ik heb een knopje. Wat, ik weet niet wat het is. VM. Doet hij dat niet? Oké. Control? Ja, gebruik gewoon control. Ik hoop dat hij niet echt opgestapeld staat. L. Huh? Wat? Wacht even. Oh, wacht. Oh, ik dacht gewoon. Dus, even kijken hoor. Even kijken, streamen. Wit. Oh. Oké, dat kon ook dus. Ah, dat wist ik niet. Kijk hoor. Ik denk dat het is. We hopen dat het nu goed is. Ik ben helaas die knop al even vergeten. Dan gaan we gewoon even kijken. Krijgen. Nou, we gaan wel eerst control. Wow. Oh ja, dat is daarvoor. Oh ja, hé, nu komen we aan skin zien. Ik zie gelijk een van de lek. Ik zie dat heel raar. Tenminste, dit is mijn potje. En ik heb nog geen skin, weet ik. Moet ik nog een keer regelen. Dat zag er echt heel gaaf uit. Welke hadden we nog meer? Enter. Hadden we enter niet ergens op staan? Alt. Oh, ik weet dat het alt is, maar... Kijk, ik beweeg mijn muis nu hartstikke snel en... Wow. Doe daar ook, dit is best gaaf. Ik vind het een beetje knap irritant om te werken. Want hij gaat mij als hier voor 1 meter. Oké, dat is... apart. Maar ook, we gaan gewoon normaal. Zo, dat is beter. Maar oké, ik heb nu dus wat knopjes veranderd. Ik kan me diegene die ik hier heb wel herinneren, want die had ik op mijn vaders laptop voor staan. Ik ga weer een stuk omlaag. Als iemand trouwens weet op welke F-knop ik dat level gebeurde van welk level je zit kan kiezen, laat het alsjeblieft achter in de reacties. Dan kan ik hem even opzoeken tussen die lijst van de net. En dan kan ik even een andere toets geven, zodat ik die zelf ook gewoon kan gebruiken. Dat lijkt me namelijk hartstikke handig. Dus, want dan kan ik misschien wat beter minen, vind ik. Ik ga hier even leuk vak op laten, want ik denk dat mijn scherm slecht wordt. Trouwens, waarvoor ga ik mijn vloer maken? Want, nou wacht. Ik wil misschien echt anders gaan wonen, maar ik heb nog echt geen idee waar. Ik weet niet of ik in de woestijn wil. Maar ik wil graag in de jungle, maar... Geen jungle is nog geen plek om te doen. Okay, ik zie een creeper, maar... Ik wil nu alweer terug. Brave skeleton. Wah! Deur dicht! Oh, ik moet echt nog een keer deur bouwen. Ah, recht op mijn arm. Hier, moet je kijken. Ik weet niet of je hem misschien krijgt. Recht op mijn arm. Auw. Dat is pijn. Oké, op een to-do-lijstje misschien zetten. Deurbaken, wou ik zeggen. Ik zei echt bijna serieus deurbaken. Dat is geen woord. Deurbaken. Deurbaken, daar doe ik me lekker niet zo aan mijn boek. Ik weet dat je koel echt heel laag moet. Eigenlijk op elk... Ik weet wel dat je koel op, voor zover ik weet, elk level kan vinden. Trouwens, ik ga even een aparte trap maken, want ik vind het echt knap irritant. Dat ik continu die trap op moet draven en zo. Hier, nu ga ik gelijk woorden gebruiken die mensen in een paardensport gebruiken. Draven. Nog even gaan klinken op een paard. Maar oké. We gaan misschien gelijk van die dingen maken, je weet wel. Oh. Hier, van die dingen, want dan is het trap oplopen, trap aflopen, dit en dat. Makkelijk, hoef ik niet continu te springen. Moet ik denk ik wel dat ding wat hoger maken.
Soms heb ik ook wel eens dat ik zo klik, dat gelijk dat hele ding eruit doet. Dit dat als je klikt, dat je dan in één keer dubbele krijgt. Dat heb ik nog ook eens. Kijk, zie, ik moet gelijk al hoger maken. Ik moet echt hoger gaan maken gewoon. Je zag je dat? Ik weet niet of het zag, maar gelijk kwamen die blokken die ik net heb weg had, kwamen gelijk terug. Maak hier gewoon ook leuk hoger. Kijk, die blokken die ga ik nu weghalen, want ik weet precies hoe, op wat verdiepte ik ongeveer zit. Maar oké, okay, ik denk dat ik die fokkel wel weg moet gaan, anders gaat het echt niet goed komen. Zo. Nou, kijk, dat bedoel ik. Kijk, zie je, nu kan je gewoon heel simpel, heel echt en ook best wel makkelijk tappen lopen. Je hebt ook gewoon een normale taptreden, maar daar heb ik even, ik had even gewoon even geen zin om die te maken. Even mijn vak pakken, hier. Kan gelijk een kelder maken, ideaal. Misschien wel. Zo, dat is echt heel raar als ik hier geen kelder doen. Misschien ga ik een kelder maken. Denk niet, want ik blijf in akkoord, denk ik. Laat ik die vak wel even hier daar plaatsen. Anders is die gewoon echt veel te jonger. Kijk, dan gaat die daar. En die daar. Dan gaan we zo gewoon continu verder. Maar oké. Okay. Deze aflevering gaat waarschijnlijk mine eten. Of graven. Ik zit er ook over te denken om nu gewoon in eigen wereld geloven misschien wat van die redstone dingen uit gaan lopen testen. Ik heb trouwens ooit op YouTube een filmpje gezien van iemand die had een bepaald soort robot gemaakt. Het zag er echt, ja, het zag er ook weer niet. Het was ook weer niet een robot die aan ons next robot talent mee gaat doen ofzo. Maar het was best wel ingewikkeld iets. Maar het was wel gewoon gaaf. Want dat ding bewoog met redstone en kon ook iets afschieten ofzo. Maar het was echt heel ingewikkeld gebouwd. En het zat niet tegen een beschrijving bij van ja, zo moet je maken. Dit en dat. Ik heb geen idee. Ik denk al dat het nacht is. Ik moet er trouwens ook zo'n ding maken. Ik heb al gelijk een stack vol met dit. Vroeger wist ik trouwens niet echt wat dat betekent in stack. Maar ja, dat leer ik, heb ik geleerd. Oh ja, en trouwens nog vandaag, als deze aflevering goed upload, dan ga ik, zodra de server van mijn map op staat online is, dan ga ik daar een soort van, ga ik jullie even, ja, hoe zeg ik dat? Ik ga jullie eens laten zien waar ik momenteel mee bezig ben. En dat is de hoofdstad van Velios. De naam wordt iets met Velion, Velitron. Oh, Velitron. We gaan naar de wereld van Tron. Yippie. Ja, sorry, ik was heel even. Oh! Een fotokist. Voor de mensen die dat willen weten. Dus als jullie merken dat ik misschien een beetje anders praat. Ik draag een uitneembare bovenbeugel. En zorg ervoor dat mijn S klank. Ja, S. Dus. Nu is het wel mee, maar. Als je wel zo raar glazen worden, dan is dat mijn beugel. Want ik zit ook een beetje in de fase waarvan ik denk, waarom nou nu? Want ja, dat vind ik best wel een beugel. Als je bijvoorbeeld ergens een losse tand nog zit. En die zit dan ook nog bij de plek waar je bovenbeugel is. En dat laat je een tijdje zitten. Ik bedoel, dat je een tijdje geen bovenbeugel hebt. Dan kan het wel zo zin af. Maar oké, we zijn niet bij de tandarts. We zijn op Minecraft. Dus, ja. Yeah. Het schiet nou trouwens net een best wel leuk idee omhoog. Maar ik ga daar nog niks over verklappen. Of ik het idee ook ga uitvoeren, zullen we wel zien. Oké.
Ik heb echt geen idee hoe diep ik al zit. Ik ben echt, ik weet niet, wel verschillende dingen tegenkomen, maar nog steeds geen kool. Ik ben koolloos. Koolloos. Ja, oké. Okay. En ik ben ook bijna fakkelloos. Dus waar, oh, waar is toch de kool? Heeft het nu een kool? Willen wij wel kool? Echt hoor, ik ga gelijk. Oké. Ik zing net een of ander. Ik weet niet wat het liedje van over kool. Wat hebben we daar? Kool? Dat is echt. Dat is wel raar. Ik wist echt niet dat het daar zat. Gewoon echt niet. Oké. En waar moeten we best zo hoog zitten? Maar kijk, ik ga zo meteen als het moet. Het hoeft niet per se. Kom naar beneden, van naar beneden. Nee, die valt niet naar beneden. Hup. Oké, gaan we. Oh. Zie je, daar hebben we dat weer. Dus ik weet niet hoe vervelend. Kijk er. Ga even aarde gebruiken. Dan kan ik even een beetje bij komen namelijk. Zet weer even een fakkel neer. Kan ik een beetje zien waar ik. Oh, nou, mine. Zo, die weg. Dat weg. Dat weg. Ik heb nu al 12, dus dat is best wel wat. Dus zometeen gaan we even leuk. Nou, of in de volgende aflevering, moet ik even kijken. Tenminste, zodra ik hout heb, ga ik wat houtskool maken. Ik ben echt benieuwd hoe diep het trouwens zit. Maar oké. Okay. Cool. Eerst was het altijd in de vorige versies van Minecraft. Was het altijd zo dat als je cool vond, dat je maar iets van 3 van die dingen vond. En nu, als je nu cool vindt, dan vind je meestal gelijk een hele boel. Dat is echt niet zo. Kijk, ik ga wel even dat een beetje dichtbouwen, want anders kijk ik continu tegen een gapend gat aan. En ja, we zitten niet in een of andere sinkhole world. Voor de mensen die thuis weten wat een sinkhole is, dat is een plotseling verschijnend gat in de grond. En als je bepaalde filmpjes zoekt van sinkhole, ja, auto falls into a sinkhole, dan krijg je best wel ongelukkige eigenaars, denk ik. Tenminste, als dat je eigen auto was, dan ja. Ik heb een keer filmpjes gezien van een bepaald iemand die zat gewoon te filmen. Die wist volgens mij nog eens dat een sinkhole zou komen, maar op een gegeven moment keek die persoon naar de parkeerplaats van een garage bij haar huis. Ze parkeerde zo'n oprit. En plots ontstond een klein kuiltje. Nou, een beetje raar. En op een gegeven moment zakte gewoon de hele grond in. En volgens mij mocht ze echt blij zijn dat haar auto daar niet stond. En het was volgens mij ook wel een kleine sinkhole, maar ja. Hoe dingen ontstaan, ik heb eigenlijk geen idee. Nou, ik vind ze voor nu al even genoeg. De trap is al best groot. Nou, groot, lang. Lang, dat was mijn. Oké. Okay. We gaan even. Ja, wat gaan we even doen? Oké, dat is echt best. Want ik wil wat doen. Nou, ik heb eigenlijk geen idee wat ik wil doen. Ja, kijken of het al. Het is licht. Kijken. Waar is de zon? Zijn de wolken nog plat? Oké, dat moet ik dus ook niet aanpassen. Hier. Gaat lukken met een vormpje. Die is echt klein. Er is niks weggehaald daar. Wat we vinden is aan die claims is. Tenminste, wat handig zou zijn, vind ik eigenlijk nu. Is dat wanneer je iets hebt geclaimd, je gelijk alle claims van jezelf ziet. Zodat je weet van, oh, tot zover heb ik al geclaimd, tot stuk nog niet. Want ik zit soms als gek om me heen te claimen. En toch blijkt het nog wel eens dat er stukken zijn die geclaimd zijn. En er lopen hier ook wel eens hackers rond. Zo heb ik laatst gemerkt. Ik had een leuk, echt mooi, soort bijna paleisachtig iets in de grond gebouwd. Wat gebeurt er? Ik ben iets van een dag in online. Ik kom diezelfde dag nog s'avonds online. Wat krijg ik te horen van een medemakerspeler waarmee ik daar woonde. Ja, we zijn bestolen.
En ik raakte echt in paniek, want ik had een armorstand staan, want ik weet niet hoeveel armor. Hij zegt, ja, ik heb je armorstand kunnen rijden. Nou, dat was wel in de vorige map van deze server. Want de map is nu gereset. Dus, soms. Wat ik nu even gewoon ga doen, ik denk, ik ben toch buiten en de zon is nog daar. Ik denk wel even dat ik zo meteen mijn chat even aan moet gaan zetten, want anders... Als ik daar moet vluchten of zo. Wat is dat? Het is een zombie. Ziet hij me? Ziet hij me? Ja, hij ziet me en ik heb geen wapen. Ik kan een pickaxe gebruiken, maar als ik dood ga. Beste Minecraft dus. Laten de blokjes. Of hoe mag je dat noemen? Metal slime. Weg, 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 weg. Ja. Terug, zombie, terug. Ik ga de grond in mijnen. Met de pickaxe. Ah, ja, ja, ja. Nee, 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 nee. Ah, nu, wat nu, wat nu, wat nu? Oh, crap. Oh, crap. Nee. Ik wil niet dood. Ik ben nog te jong. Oké, wat ga ik doen? De grond. Omhoog, 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 omhoog. Oh, dat is beter. Waar is hij? Oh. Na, 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 na. Hij heeft een zaad vast. Kijk of ik hem kan slapen deze ochtend. Kom op, ik kom slapen hoogte. Yay! Ik ga hem slaan. Ga toch dood en hopelijk krijg ik dit keer wel je armen. Heb ik iets? Kan je met een stok slaan? Af, af, af. Stuit de zombie. Oh, wat was dat? Even achter me kijken. Oh, goh, hij heeft wat laten vallen. Wacht, iets van kijken. Hij heeft wat laten vallen. En het is. En het is. Wat is het? Heb ik toch wat? En mal. Wat? Maline. Weet je wat ik me eigenlijk afvraag? Ik weet hoe je de andere armors moet maken, maar hoe maak je. Ja. Dit soort van die Malin, hoe maak je dat eigenlijk? Want ik weet niet Frans of je het kan maken. Oh, wacht, wacht, ik ga even snel. Oh. Even snel bel maken, want ik moet echt hout hebben voor een deur. Ik zei net ook in een aflevering van te doen lijstje een deur. Dat ga ik nu echt even doen. Ik ga even snel hout halen. Hout hakken. Misschien eerst even nog een broodje eten, zodat mijn hartjes weer omhoog gaan. Die heb ik daar een zombie tegen, omdat ik gelijk al mijn spullen weer kwijt ben. Zo, drie. Even zo'n broodje op peuzelen. En dan gaat mijn hartjes, als ik goed heb, weer omhoog. Ja hoor, het gaat omhoog. Even kijken. Ja, we hebben hout. Ik ga voor die boom daar. De andere ook een boom. Ook hakken. Oh, daar. Daar is hij. Oké, de zon is nu recht boven ons. Als ik opschiet. Oh. Oh, wat is dit voor boom? Ja, ik kijk er. Ik ga die boom daar houden. Hoeveel van die. Oh, ik heb er maar één. Het is even handig als ik die terugplaats. Want dat heb ik gedaan op een vlakte. Daar had ik toen ook naast. Want dat is nu Factions. Ik weet niet of je goed uitspreekt. En daar had ik op een gegeven moment zoveel bomen geplaatst dat het een beetje ja, bedekt werd. Maar op een gegeven moment kwamen er spaces in de buurt en werd ik bestolen. Dus wat deed ik? Ik pakte alle spullen die ik nog had. En ik sloopte. Liet lijken alsof. Mijn huis al door iemand helemaal gegriefd was. En toen ben ik de lucht ingegaan. Jammer genoeg had iemand dat zo gezien. Want ik had lava geplaatst. Om het licht te geven. Om de schaduw van mijn huis een beetje te bedekken. Maar op een gegeven moment was er toch iemand omhoog gegaan. Toen ben ik maar gewoon mee genokt. Want de Faction waar ik in zat. Die waren op het begin echt vaak online. Nou, hun huis was gesloopt. Het was niet geclaimd. Het handige slash vervelende bij Faction is
Dat als je een Tintin hebt en je weet hoe je een Tintin-kanon moet maken, dat je dan van een bepaald afstand, als je kanon tenminste genoeg kracht heeft, dan kun je gewoon andere factions hun dingen slopen. Nou, oké, we gaan even een deur maken en dan zitten we er even op. Voor deze aflevering. Huh? Oké, die kan ik eigenlijk pittig maken, maar gaat gewoon kijken. Zit deze gewoon hier? Ja, maar oké. We gaan een deur maken. Wat voor deur krijgen we? Oh, die. Handige van 1.8 is nu ook dat als je een deur maakt, je 3 deuren krijgt. Eerst was het zo van dat je 6 planken nodig had en dan kon je daarmee gewoon 1 deur maken. Gewoon niet meer, niet minder. Zo. Ik kan ook leuk doorkijken. Ja. Nou. Als iemand trouwens weet hoe die... Oh! Wow. Even een grote wow. Malien laatste duurzaamheid 2, projectielbescherming 3. Wow. Dat is echt gewoon. Wow. Dat is echt gewoon echt. Dat is gewoon echt volgens mij erg goed. Duurzaamheid, dat is ook wel handig. Projectielbescherming. Ja, oké. Okay. Maar ik ben echt trouwens benieuwd hoe die dingen maar maakt. Maar oké, okay, als iemand. Trouwens nog, ter herinnering. Als iemand weet welke F-knop je moet gebruiken om de level van het mijn level te kunnen zien, laat het alsjeblieft weten in de reacties. Ik heb deze aflevering gemind, gehakt. In de volgende aflevering hoop ik wat meer te kunnen gaan verkennen. En anders ga ik minen. Hoe dan ook. Bedankt voor het kijken. Like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. See ya!